Hadi Herman. Goeiedag. Goeiedag. Nou weet ik, Herman, dat jij 20 plakboeken vol hebt. Oh ja. Met de geschiedenis van de Graafschap. Ja. 5 miljoen shirtjes. Ja. 80.000 pennen. Minimaal. Jij hebt alles. Alles. Behalve één ding. Ja, en dat heb jij nu bij je. Ogen dicht. Handen vooruit. Duurt even hoor. Ben benieuwd. Dat is mooi, dat is mooi. Die heb je? Nee, die heb ik niet. Ja! Zo, kijk, wat ja, mooi hè. Prachtig. De Graafschap. Prachtig. Allemaal. Herman van Meer is misschien wel de allergrootste Graafschap-fan. En daar houdt het niet op. Hij doet al ruim 50 jaar vrijwilligerswerk als steward, jeugdleider en scheidsrechter. En hij verzamelt alles over zijn club. Ik kom uit Doesburg en mijn buurjongen, dat was Gerrit Bosveld, heette die. En dat was een van de eerste voetballers van de Graafschap. Maar ik ging dus al met hem mee naar de Graafschap toe. En dus zodoende ben ik, nou dan ben ik hier in Doetinchem getrouwd. Nou in diezelfde tijd dus ben ik ook bij de Graafschap gekomen. En dat is altijd zo gebleven? En dat is altijd zo gebleven. En ondertussen heb je maar verzameld en verzameld alles en verzameld? Wat er maar lag aan dozen vol, wat in principe op een gegeven moment gewoon maar ergens in de kelder neergegooid werd. Ja. Haalde ik allemaal, nam ik onder de arm mee. Herman heeft een permanente expositie in het stadion en is nu ook bezig met een grote tentoonstelling ter ere van het 60-jarig bestaan van de club. Dit is de heilig, hè? Ja, zonder meer. Zo, ik hou hem open voor je. Tadaa. Zo. Oh, we lopen zo de expositie in. Hier lopen we de expositie in, ja. We hebben een kampioen van Nederland gehaald. Ja. Die is heel mooi. Maar het is van de tweede elftallen. Ja, dat maakt niet uit. Ja, maakt niet schaal is een schaal. Ja, schaal is een schaal. Nou, daar liggen oude voetbalschoenen van de eerste speler van de Graafschap. Ja? Oh, wie liggen, is dat? Ja, dat is Haan Beumer. Heel bekend hier in de hele Achterhoek. Dat zijn ze? Dat zijn ze. Mag ik ze heel even vasthouden? Ja, zeker, zeker. En hoe oud zijn die? Die zijn vanaf 54. Ja, zie je. Ja? Oh, let op. Er zitten die nopjes nog onder gespijkerd. Echte oude kiksen. Maar dit is toch wel uniek dat je dat voor het nageslacht hebt bewaard? Ja, zeker weten. Dat is ook bijzonder. Ja, mooi hè? Nou, de eerste boekjes. Ja. Waar de elftallen in stonden. Allemaal bobo's dat, ook. Dat wissel ik regelmatig om. Want ik heb er een paar verschillende voor. Ja. En dit is allemaal door jou verzameld? Ja. Ja. Daar liggen bijvoorbeeld de oude speltjes. Van ja. De eerste speltjes van vroeger liggen hierbij. Nou sta jij hier in jouw clubje, hè? Ja. En jij bent eigenlijk gewoon Mr. De Graafschap. Ik ben clubman van de Graafschap. Dit is trots. Ik ben daar trots op, ja, dat ik dit gedaan heb. Maar wat is die club voor jou dan? Alles. Waar je maar kunt bedenken wat de club voor jou is. Je hebt daar van alles gedaan, allemaal op vrijwillige basis. Is die club in jouw hart dan ook een steeds grotere plek gaan innemen? Ja. Dat mag je rustig stellen. Ja. Want hoe zou je dat gevoel op dit moment bij die club dan willen typeren? Hoe gaat het met de Graafschap? Nou, op dit moment gaat het met de Graafschap niet zo denderend. Omdat het op dit moment dus voetballen we niet zo best. De organisatie op zich is dan niet zo best. Maar hoe is het met de unieke sfeer hier in het stadion? Een stuk minder geworden. Ook niet zo best? Ook niet zo best. We hadden 10.000 seizoenkaarthouders en nu nog maar 2.500. Het elftal was niet meer zoals het vroeger was. De mouwen opstropen. Ja, ze haalden spelers binnen die de mouwen niet meer opstroopten. Aha. Ja, bijvoorbeeld. Ja, we hadden eerder elftallen hier. Die kwamen de jongens hier uit de Boerenstreek. Ja, en die kwamen hier en die de mouwen opstropen. Ja. En die gingen met z'n allen vanaf de aftrap gingen ze tegenaan tot het einde. Dran. En dran. Ja. En dan heel vaak won je de wedstrijden ook nog. Daardoor. Mag je gewoon zo, hier komen de spelers hier ook uit? Hier komen spelers in. Och, nou, en dan hier de Graafschap en Drang. En Drang. Och ja, dan staan ze hier op en dan krijgen ze een goddelijke achterhoekse bevlieging. Ja. En dan staat hier, blief van het gras af. Ja, dat is alleen nu, hè? Oh, dat hangt er op zondag niet. Ja, nee. Maar mogen we nu wel even van het gras op? Je mag zo het gras op. Dat vind ik wel even leuk. Ja, natuurlijk. Oh, maar het is wel intiem, hè? Wat? Moet je kijken hoe lekker dicht de mensen op het veld zitten. Ja, dat is wel bijzonder, ja. He? Oh, ik snap wel dat je hier heel verliefd op wordt. Eens kijken, als die tent helemaal vol zit, 12.000 man. Gebeurt dat nog wel eens? Ja, nou, niet meer. Niet? Nee, jammer genoeg niet. Uiteindelijk vond ik jouw mooiste verhaal. Vroeger stroopten ze hier de mouwen op. Ja. En dan
spuugden ze in de vuisten en dan was het dram. Ja. Dus waar halen we die nou vandaan? Ook weer hier uit de buurt. Gewoon je eigen mensen. Hier in de buurt proberen weer die mensen op te leiden. En dan zit het hier weer vol. En dan, want iedereen wil zijn eigen mensen zien. Dan zit het binnen 2 jaar zit het weer helemaal vol. Mooi. Zullen we daar dan even over nadenken? Ja. En bedankt voor het bewaren van de geschiedenis. Ja, heel graag gedaan. Ik ben er ook heel trots op. En ik vind het heel fijn dat jullie er geweest zijn. We hebben een gedenkmoment. En ik kijk er altijd naar, maar nu maak ik het zelf mee. Je lult door het gedenkmoment. Ja.